welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met de plugin Warning Manager. Deze plugin is namelijk aangevraagd, of ja, niet helemaal deze plugin, is namelijk aangevraagd door Lucas Key Gaming. Wil je een video maken van een slash warn voor een waarschuwing te geven als er iemand spamt ofzo? En daarom ben ik eigenlijk een beetje gaan zoeken naar waarschuwingsplugins. En dit is namelijk eentje die ik heb gevonden, Warning Manager. Nu, er bestaan er nog een hele hoop, maar deze vond ik eigenlijk wel de chicste uit deze hele hoop. Als jullie namelijk nog een betere hebben, laat ze hier zeker weten onder de reacties. Maar ik ga jullie dus vandaag gaan uitleggen hoe je deze dus moet gebruiken. Dus ja, dit is dus namelijk een plugin die ervoor gaat zorgen dat je mensen kunt gaan waarschuwen, dat je na een bepaald aantal waarschuwingen zelfs iemand van een server kunt schoppen. Je kan dan alles doen in de game zelf, in de console, met zelfs offline spelers die zelfs niet online zijn, kun je ook namelijk gebruiken. En je kan dan ook gaan kiezen wat er gebeurt met deze speler na een aantal waarschuwingen. Oké, ik ben nu eventjes aangekomen op Minecraft. Ik ben namelijk dit scherm wat beweegt en rechts is namelijk mijn broer zijn account. En ik ga namelijk hem een paar waarschuwingen gaan geven. Eerste commando is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is namelijk warn, van waarschuwing. Warn, de spelernaam en dan eventueel de waarschuwing. Als hij geen waarschuwing meegeeft, gaat hij namelijk een doodgewone op gaan halen vanuit de config-file die ik op dit moment nog niet heb vertaald. De speler Jensie heeft deze persoon gewaarschuwd en dan de gewone regel follow all the rules. En je ziet bij mijn broer staat nu, je hebt nu één waarschuwing. Je kan trouwens dit in het Nederlands zetten. Als ik nu hier namelijk zeg van bijvoorbeeld niet spammen, dan gaat hij namelijk gaan zeggen niet spammen en dan gaat hij namelijk nu krijgen, hij heeft dan hier nu twee waarschuwingen. Ook ga je namelijk dit te zien krijgen, speler deze naam heeft deze naam gewaarschuwd vanwege dat. Dit kun je trouwens ook uitzetten, want dit is een globale tekst die op de globale wereld komt. Dus dat is de eerste waarschuwing dus. Het volgende wat je kunt doen is namelijk als volgende is check. Met check kun je namelijk een bepaalde speler gaan nakijken wat hij heeft. Check dan de spelernaam, zie ik, waarschuwing 1, hij heeft niet de regels, of ja, hij heeft niet goed de regels gevolgd, waarschuwing 2, hij heeft te veel gespamd en je ziet in totaal van waarschuwing heeft hij er 2 gehad. Nu, hetgeen wat je ook namelijk nog kunt doen is namelijk reset en dan namelijk de spelernaam. Dat betekent dat je al zijn waarschuwingen weghaalt, dus als ik check doe, zie je dat hij geen waarschuwingen heeft. Dus wat ik heel eventjes ga doen, is ik ga hem heel eventjes wat gaan volspammen met waarschuwingen. Hij heeft nu op dit moment 4 waarschuwingen. Wat gaat er namelijk gaan gebeuren bij de 5e waarschuwing? Hij wordt automatisch van de server geschopt. Stop breaking rules, please. Dit kun je trouwens ook aanpassen in de config file, want hier staat speler console schopt Jarjar van de server voor stop breaking rules, please. En dan is hij namelijk van de speler afgegooid geworden door deze plugin, wat eigenlijk wel heel handig is. Dan heb je namelijk het volgende commando weer reload. Dit is namelijk om de config file te gaan herstarten. En dan heb je namelijk ook nog slash remove. Maar slash remove, hetgeen waar je goed mee oplet. Als je slash remove doet, moet je namelijk de spelernaam en daarna de regel van de waarschuwing. Nu, mijn broer heeft namelijk 5 waarschuwingen. Dus als ik heel eventjes de oude check erbij pak, dan ga je zien waarschuwing 5. Eén ding, ik ga nu heel eventjes dit doen. Remove Jarjar. En ik ga bijvoorbeeld regel 2 weghalen. Als ik regel 2 heb weggehaald en ik ga terug gaan checken, ga je zien 1, 3, 4, 5. En als ik dan nu terug een waarschuwing ga geven aan mijn broer, dan ga je namelijk dit te zien gaan krijgen, dat hij wel degelijk terug wordt er afgegooid vanwege een 5e. Maar als ik dan namelijk ga checken, ga je zien 1, 3, 4, 5. Dus het is heel gek, maar je komt dan zelfs niet meer in de config file te staan. Dus dat is wel een beetje heel gek, maar je kan dan ook namelijk bepaalde regels wissen. Dan heb je namelijk de verschillende permissies die je eigenlijk nodig hebt om alles te laten werken. Is warnings.sterretje. Ik ga heel eventjes mijn voorbereiding hierbij pakken. Dus je hebt warnings.sterretje, geeft namelijk al de commando's. Warnings.warn is om een speler te waarschuwen. Warnings.check om te checken. Reset om te resetten. Help voor het helpmenu. Reload voor de plugin te herladen. Remove werkt nog niet helemaal goed, dus daarom dat ik gewoon bla heb bijgezet. Warnings.notify is geen commando, maar dat zorgt er namelijk voor dat iedereen in de hele wereld, als je deze functie uitzet, kom ik zelfs nog bij dat zij alleen de tekst kunnen zien. Ik weet het, het is een beetje vaag op dit moment, maar ik ga het jullie zelfs wat meer gaan uitleggen met behulp van de config file. Dus als ik eventjes de config file er ga bijhalen, zien we namelijk verschillende lijnen. Als eerste heb je namelijk de prefix, heel eenvoudig, hier staat warning manager. Dus dat kun je aanpassen als prefix. Dan het bericht, dat wordt verzorgd. Ja, oké, ik ben er dus nog niet zo heel goed uit, maar normaal gezien moet het werken, want bij mijn testen werkte het wel. Dus om een of andere reden werkt het vandaag dus niet mee tijdens een video te maken. Maar je kan er dus namelijk makkelijk eentje aan toevoegen. En alle waarschuwingen komen namelijk hier in deze config file namelijk te staan. Nu,
Voor de rest moet ik eigenlijk hier, ja, kan ik eigenlijk zelf niet veel meer over vertellen. Alleen één ding waarbij je goed moet opletten. Verschillende commando's die hier staan, ik denk dat er... Ik weet het niet heel goed, namelijk de foto's kloppen niet meer, want dat is namelijk van vroeger nog. Plus het werkt ook niet meer met MySQL, dat heb ik namelijk getest gehad, zodat je meerdere servers kunt gebruiken, maar dat werkt namelijk ook niet meer. Maar, we zijn dus namelijk op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie het een heel fijne video vonden, gelieve dan een blauw duimpje mochten doen. Mijn naam is Jens, en ik zie jullie bij een volgende video. Doei!